Yo mensen van Noem Maar Gamen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe episode van Minecraft Hardcore, de serie waar ik ga proberen te overleven in deze wereld zonder enige goede gear. Oké, dat is flauwekul, ik heb namelijk best wel goede gear. Sterker nog, ik heb het vorige episode een Sharpness 2 Diamond Sword gekregen. Maar daar gaat het even niet om, we gaan deze episode lekker verder. En ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. En mensen zeggen dat Sharpness en al dat soort shit niet werkt op mobs. Maar op een of andere manier merk ik wel dat als ik Sharpness heb, dat het dan op een of andere manier wel veel beter wordt wanneer ik aggressive mob skill. Want waarvoor zou dus anders Sharpness hebben? Ik bedoel, als het niet werkt op mobs, dan heb je er toch geen ene reet aan. Wat? Het zal wel, maar ik heb in ieder geval ooit gehoord bij een livestream, was dat geloof ik, bij mijn livestream. Van ja joh, maar Sharpness helpt helemaal niet op mobs, want dat is gewoon nutteloos. Ja, maar hoe kan het dan dat ik mobs wel sneller kill wanneer ik Sharpness heb? Dat lijkt me dan vrij onlogisch op dat gebied. Maar ja, het zal wel. Ik geloof jullie wel hoor, daar gaat het niet om. Alleen ik vind het een beetje een apart verhaal, want waarom zouden ze überhaupt Sharpness in een game toevoegen als het toch niet werkt? Tenminste, dat is wat jullie zeggen dan, hè. Dat is wat jullie zeggen. Ik weet niet of het zo is, maar tenminste niet jullie allemaal. Eén iemand was dat trouwens maar. Dus niet jullie, maar één van jullie. Een DMG'er zei dat tegen mij. Dus ik weet het niet zeker. Ik hoop eigenlijk van niet dat het niet waar is, want dan werkt het gelukkig wel. Zo, XP krijg je in ieder geval wel weer lekker snel bij. Maar wat ik eigenlijk deze episode wil doen, ik wil deze episode eigenlijk even naar het vlakke land doen. Naar het landschap. Oh, what the fuck. Ik krijg gewoon een chain chestplate, wat fucking zeldzaam is, want chain kun je zelf niet craften. Ja, je kunt het wel craften met vuur, maar ja, vuur dat kun je niet krijgen. Tenzij je natuurlijk in creative zit, dan kun je het wel krijgen. Dat is best wel grappig, want heel veel mensen zeggen altijd van ja, chain kun je niet craften, maar chain kun je wel craften. Alleen je kunt het niet legit craften. Kijk, dat is wat anders, want je kunt met een silk touch pickaxe namelijk geen vuur weghalen. Als dat kon, zou je het kunnen craften. En dan zou het heel simpel kunnen craften, want vuur, of nee, chain armor craft je namelijk met vuur. Hoe fucking onlogisch het misschien wel klinkt, dat is echt zo. Kijk maar even op de Minecraft Wiki. Schrijf dan even chain armor en dan zul je zien dat je het kan craften met vuur. Natuurlijk niet legit, want ja, hoe wil je nou weer vuur krijgen? Je kunt natuurlijk slash give people jopje, ja, ja, ja. En dan het idee van het vuur. Het idee van het vuur. Dat klinkt alsof het vuur zo zegt, hey, ik heb een idee, laten we gaan PlayStationen. Ik heb een idee, doe maar gamen. Oh, dat was echt toen mijn kanaal is ontstaan. Als je dat niet weet, mijn kanaal was ontstaan door de naam van mijn kanaal was ontstaan van, hey, ik verveel me, wat zullen we doen? Doe maar gamen. Ik vond dat persoonlijk wel een heel erg leuk idee om mijn kanaal op die manier te benadrukken. Dus vandaar. Ah, oh, kut. Nu wordt het weer dag. Kut. Nu zijn er geen endermens meer. Of ik moet heel snel zijn. Ik ben net op het landschap en dan zul je net zien dat het dag is. Ja, inderdaad. Oh, kut leven. Wat een kut leven. Nou, het is geen kut leven. Misschien lopen er nog een paar endermens en is het alleen maar een voordeel dat er niet meer bij spannen. Maar dit is namelijk echt een gebied waar je lekker veel van die endermens en andere dingen kan vinden. En ik moet er echt aan wennen dat ik in hard speel. Want dan moet je echt zo vaak eten. Dat is echt niet normaal. Ik ben gewoon een beetje obesitas te worden in Minecraft. Oh my god, even kijken. Minecraft obesitas, kijken vooruit. Nee, dat is een grapje, maar ik moet even kijken. Daar zijn de paarden, mooi zo. Mooi zo. Het is jammer dat je niet veel XP krijgt bij het killen van paarden, weet je. Hetzelfde met villagers, daar krijg je ook geen XP van als je die killt. Stel je voor, je bent in een village, je wil even een dorp uitmoorden. Ik bedoel, iedereen wil eens een keer een dorp uitmoorden, weet je. Dat is gewoon normaal. Nou, dan krijg je geen XP, dat is toch ook lullig. Dan moord je zo heel dorp uit. En dan krijg je een XP. Nou, ik wil jou hebben, dan noem ik je Stipske. Ja, Skipske. Stipske. Ik wil jou hebben, dan noem ik je Stipske. Ik vind alleen wel kut dat je stippen hebt. Ik wil een strak paard. Niet met stippen. Stippen zijn stom. Stippen zijn stom. Stippen zijn stom. Ik moet natuurlijk even mijn sharpness pakken. Stippen zijn stom. Ik wou je graag stipske noemen, maar stippen zijn gewoon fucking stom. Dus fuck it, weet je. Het hoeft al niet meer van mij. Nou, hopelijk gaat deze snel van mij houden. Gaat waarschijnlijk net zo lang duren als met die ezel de vorige video. Die vond mij ook niet echt heel erg plezant en leuk. Maar hopelijk gaat deze mij wel leuk vinden. Meestal als ik heel vaak op E klik, dan gaat hij sneller van mij houden. Dat is echt fucking apart. Maar nu gaat hij hem weer afgooien. Let op. Dacht ik al wel. Als ik heel vaak op E klik. Ja, hier dat bedoel ik. Echt fucking raar is dat. Oh, what the fuck? Jij was er toch? Ja, jij was er. Oké, mooi. Dan doe ik even armor aan of heb ik dat nu niet mee? Heb ik mijn armor weer niet meegenomen? Oh my god, what the fuck? Ik ben hier helemaal naartoe gaan met mijn armor en mijn saddle puur om mijn paard te lokken. En dan gooi ik mijn armor weg. Nou ja, ik kan dit natuurlijk zo meteen ook weer pakken. Ik heb namelijk een diamond armor. Ik vind het wel een beetje leem dat je die armor niet aan kon doen bij ezels. Ik heb namelijk diamond armor en iron armor. En wat ik ook een beetje jammer vind is dat je het niet kan craften. Dat zou ook wel leuk zijn. In de vorige episode ben ik bijna doodgaan door die ezel omdat ik door bomen heen ging. Dus ik ga een beetje uitkijken nu, want ik wil niet weer doodgaan. Dan heb ik mijn boek mee? Oké, gelukkig. Dat is wel een voordeel. Als ik die niet mee had genomen, was ik wel de pineut geweest. Oké, even kijken. 706 en 375. 706 en 375. Nou, we gaan goed. Dus als we deze kant op gaan, dan moeten we uitkomen op de plek waar ik wil uitkomen. Oftewel bij mijn huisken. En daar gaan we dan gewoon eens even kijken of we deze paard wat diamond gear kunnen geven. Even nieuwe swag, je weet toch. Deze paard moet er, dit paard moet er ook bij, hoor. Niet deze paard. Want deze paard is niet goed. Dit paard moet er ook bij, hoor. Die wordt ook een beetje bij, moet ook een beetje met de flow meegaan. Zoals jullie misschien wel begrijpen. Nou, dit is het riviertje waar ik over moet zeker, zonder dat mijn paard verdrinkt. Wordt alweer een hele missie. Mission impossible. Ja, gaat af, dat dacht ik wel. Het is zo irritant als die paarden niet kunnen zwemmen. Eigenlijk zouden ze iets moeten uitvinden waardoor paarden gewoon een soort van zwembad om kunnen doen in Minecraft. Waardoor ze gewoon lekker kunnen zwemmen. Dat zou chill zijn, dat zou leuk zijn. Zou heel plezant kunnen overkomen bij mij. Maar hey, ik ben Minecraft niet en ik kan dus niet de crafting recipes en andere shit toevoegen. Dus vandaar. Ben ik er trouwens nu bijna? Ik geloof het wel. Ik geloof dat ik als ik deze berg over ben, dat ik er dan ben. Dat ik eens twee keer ben in één zin. Maar dat maakt niet uit. Het kan allemaal. Wow, als ik die cliff in was gevallen, was ik waarschijnlijk dood geweest. Of nou, niet zozeer ik. Wow, what the fuck was dat? Maar mijn paard wel. Dat zou een beetje jammer zijn geweest. What the fuck gebeurt er? Auwe.
In één keer dikke hapering en doodgaan zowat door fucking bomen. Wauw. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is, maar dit is echt fucking apart. Nee, dat lijkt wel dat zo op een paard. Ja, dat lijkt op een paard zo, die lag. Dat is echt fucking apart, maar het zal wel. Oké, ik zit niet goed. Tenminste, even kijken, 375, 76. Ik zit wel een soort van goed. Alleen, 375, dat is deze kant op. Moet ik weer door alle bomen heen. Moet ik mezelf weer gaan vermoorden door bomen. Mezelf laten vermoorden door bomen, precies te zijn. Ik snap nog steeds niet hoe dat nou zit. Hoe de fuck je nou doodgemaakt wordt? Oké, daar gaat alweer het halve hartje van mijn paard. Kan ik hem suik voeren? Eet, bitch, eet. Nee, hij wil niet. Hij wil niet eten. Hij mag geen suiker aannemen van vreemde mannen. Snap ik ook wel op een gebied dat zijn moeder toen heeft verteld. Van, joh, Jantje. Ik noem hem gewoon even Jantje. Neem nooit suiker aan van vreemde mensen. Nou, bij deze. Bij mij doe je het niet, hè, bitch. Oké, kan ik hier aan de overkant komen? Ja, nee, dat dacht ik al wel. Oké, gelukkig zwemt hij zelf naar de overkant. Dat is een voordeel. Eigenlijk zou ik hem wel graag een naam willen geven. Maar dan moet ik natuurlijk eerst even wachten totdat ik een nametag heb. En nametags vind je niet heel erg makkelijk. Dat is jammer. Maar ik heb in ieder geval een medevriendje voor deze ezel. Zodat ze samen fucky fucky kunnen doen. En samen leuke kindjes kunnen maken. Ezelpaardkindjes om precies te zijn. Zo, oké. Dat is gefixt in ieder geval. Even kijken. Wil je suiker? Oh, hij heeft wel suiker gegeten. Suiker? Nee, dat wou ik niet doen. Kut, sorry. Ik wou jullie suiker voeren. Nee. Nee, what the fuck? Waarom kan ik je geen suiker voeren? Nee, kan. Oh, nee. Huh? Oké, blijkbaar moet ik dan wachten totdat ik... Nee, blijkbaar moet ik dan wachten... Ik heb geen idee waarom je geen suiker kan voeren. Misschien kan het alleen als je op het paard of de ezel zelf zit. Kan maar zo, hoor. Ik voer namelijk geen paardensuiker. Doe ik nooit, hoor. Nee. Oké, ik pak heel even snel mijn Diamond Horse armor erbij. Als ik goed is hierin heb gedaan. Hier in deze chest. Ik geloof het wel. Ja, die heb ik hierin gedaan. Mooi. Dan is mijn paard namelijk ook iets beter beschermd. Ik weet niet of die aangevallen kan worden door mobs 's nachts. Maar ik neem eigenlijk aan voor die. Maar toch wil ik hem even beschermen met een mooie outfit. Dus dat is vrij chill. Paardenswag. Dus bij deze. Ik geef op me zitten, ik gooi eerst even mijn poppy weg. Heet dat poppy? Ja. Eerst heette dat altijd roos, maar nu heet het poppies. Echt, wat een naam. Hoe kom je erop? Poppies. Nou, kijk, dat ziet er toch wel fucking gangster uit. Eigenlijk moet hij... Oeh, kijk, hij kijkt boos. Hij kijkt boos. Eigenlijk zou ik hem nu nog even een vette naam willen gaan geven. Zoals bijvoorbeeld... Diana of zo. Weet je, snap je? Diamant en dan Jantje. Ik wou eigenlijk eerst Jantje zeggen, maar toen dacht ik aan diamant. Dus dacht ik Diana. Is het wel een meisje? Dat is echt cool, weet je. Je moet wel een jongen zijn. Dian. Nee, we zien het wel, weet je, daar gaat het om. We hebben een speedpost niet eens gepakt. Oké, nu moeten we dus eigenlijk gaan wachten totdat we Endermans kunnen killen. Dat is namelijk het volgende doel. Of we moeten proberen zoveel mogelijk flint te gaan verzamelen. Nou, mij persoonlijk lijkt het beste idee om gewoon even te wachten totdat we aan wat Endermans kunnen komen. Tot die tijd zouden we eventueel kunnen kijken of we ons huisje wat kunnen uitbreiden. Gewoon voor de plezier, gewoon voor de lol eigenlijk. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Het zou wel handig zijn misschien. Maar wat we ook zouden kunnen doen is mine. Dus we hebben een keuze. Of we wachten... Tot het nacht wordt. Nou ja, wachten is niet erg leuk. Dan zou ik alleen maar zo gaan zitten. Of we gaan minen. Of we gaan ons huisje uitbreiden. Nou, mij persoonlijk uit het een goed idee om dan toch maar te gaan minen. Want minen is wel iets wat gewoon heel erg toepasselijk is in Survival Island. Of Survival Island. Ik ben een beetje moe. Sorry. In hardcore. Want hardcore is namelijk eigenlijk iets waarbij minen heel erg van pas kan komen. Dus het lijkt mij persoonlijk een vrij handig idee als we deze episode nog even een klein stukje gaan minen. En dat we dan zo meteen even... Nou, weet je, ik weet het eigenlijk niet. We kunnen ook even die cliff daar beneden gaan onderzoeken. Daar zit misschien nog wel wat diamond of iets. Dat lijkt me wel een handig idee. Ik heb namelijk niet voor niets speed potions. Zo. Ik ook gelijk wat sneller, hots of lots. En dan hoop ik dat het zo meteen zo snel mogelijk nacht wordt. Dan kan ik namelijk even wat Endermans gaan killen. Jammer dat Endermans niet spannen in de Nether. Dat zal wel heel erg chill zijn als ik eerlijk ben. Want dan kan ik gewoon even naar de Nether toe om daar Endermans te gaan verzamelen. Stil, allebei stil. Oké, wat ga ik doen? Ik ga dus nu even kijken waar die cliff daar verder op. Want ik ben nu best wel heel erg snel. En dat is vrij plezant om het even op die manier te benadrukken. Want nu ik snel ben, hoef ik dus geen moeite meer te doen om snel ergens te komen. Want ik ben snel. Fuck logic. Even kijken waar ook weer die cliff zat. Er zit hier namelijk vlakbij ergens een cliff. En als ik daar nou even naar beneden kan en ik vind daar misschien wel wat leuks. Dan kan het heel erg goed voor me uitpakken. Dus ik ga er heel even bij kijken. Ik weet momenteel even niet meer precies waar die cliff zit. Ik heb nu het gevoel alsof ik op een paard zit. Ik ga namelijk zo snel, zeg, niet geloven. Dat is wel fijn. Ik kill ook nog wel even wat koeien voor de zekerheid. Voor wat meer experience. Dat is wel chill. Ja, kijk, het werkt sowieso wel. Sharpness. Want ik kill nu echt in één hit gewoon. Dat niet te geloven. Dat is super snel. Dus dat is fijn. Net zo snel als ik ben. Maar ik weet momenteel dus heel even niet waar die cliff zit. Waar ik dus overheen sprong met mijn paard. Ik moet er wel even naartoe gaan als ik eerlijk ben. Want ik heb namelijk daar misschien nog wel. Kan ik wel wat leuke oors vinden? Of was dat hier? Ik geloof dat het hier was of niet. Nee. Ja, dan ga ik maar weer gewoon naar mijn eigen mine toe. Ik kill ook nog wel even wat koeien op mijn weg naar huis. Want ik vind het wel fijn om wat meer vlees te hebben voor de zekerheid. Want nogmaals, in de livestream op Survival Island ging ik een keer... Oeh, nee, hier was het. Nice. Oeh, nice. Lekker veel gravel. Ik had een keer een livestream in Survival Island. En daarbij was ik dus gewoon vergeten mijn eten mee te nemen. Met andere woorden, ik wil nu zoveel eten hebben dat ik het niet meer kan vergeten mee te nemen. Ik zou wel graag eigenlijk flame willen op mijn zwaard. Dat zou heel erg toepasselijk en fijn zijn. Maar oké, ik ga even wat shit weggooien. Zodat ik in ieder geval iets op kan pakken.
Hoppakee. Dit mag eigenlijk gewoon even iets achteruit voordat ik het straks zal oppakken. Hoppakee. Nou, ik kan in ieder geval lekker veel gravel hier gaan verzamelen. Maar ik heb niet echt gravel nodig, maar wel flint. En wanneer we genoeg flint hebben, hoeven we eigenlijk alleen nog maar Enderman te killen. Dan zijn we eigenlijk zo goed als klaar. Dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen. Dus mensen, ik ben heel benieuwd wanneer wij de Enderman ook, of de Enderman, de Ender Dragon ook echt kunnen gaan verslaan. Dat gaat sowieso heel erg leuk worden, neem ik aan. Ik ben best wel zenuwachtig. Ik weet namelijk niet hoe het gaat uitpakken. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Hopelijk jullie ook. Laat natuurlijk even een like achter als je deze serie leuk vindt. Als je er zin in hebt om mij tegen de Ender Dragon te zien te vechten. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik heb momenteel sowieso weer 2 flinten bij. Dat is netjes. Dat is niet heel erg veel natuurlijk. Maar ik heb ook weer 27 gravel erbij. Eigenlijk zou ik gewoon fortune op mijn zwaard op mijn schep moeten hebben. Dat zou namelijk een stukje sneller gaan. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet. Dat is een beetje het hele nadeel. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Dus ik ga nog heel even... Oeh, hier is ook nog wat gravel. Mooi zo. Weet je dat ik het verschil tussen gravel en dit spul... Ik weet even niet hoe het heet, dus ik ga het wel even meenemen. Het gravel en tussen DIY echt heel erg moeilijk zie soms. Dat is zeg maar even... Als ik DIY het zeg maar individueel tegenkom, niet naast gravel. Want naast gravel zie je natuurlijk de verschillen. Maar dan zit ik echt even zo van... What the fuck is dat, weet je wel? Dat is best apart eigenlijk, dat ze die textures zo op elkaar hebben laten lijken. Nou, dit is eigenlijk ook niet erg groot. Ik denk dat mijn eigen mine wat efficiënter is, maar... Kijk, dit lijkt gewoon echt heel erg veel gravel. Fucking raar eigenlijk, maar het is wel zo. Dat is best wel apart als je er zo over nadenkt. Zo van, hey gravel, oh nee, het is DIY, wat jammer. Dus we hebben sowieso weer wat gravel erbij. Ik denk dat als we dat gewoon even allemaal neer gaan zetten en dan weer weg gaan hakken, dat we dan uiteindelijk wel weer wat meer flint kunnen krijgen. Want ik heb namelijk zoveel mogelijk flint nodig voor het maken van pijlen. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk zo snel mogelijk een infinity bow nodig had. Maar ja, weet je, infinity, dat heb ik niet gekregen, dat is een beetje jammer. Zo, nou... Hopelijk krijg ik hier nog even wat flint uit. Dus wat chill dat als je ze weer opnieuw plaatst, dat je dan alsnog flint uit kan krijgen. Dan kun je dus technisch gezien altijd flint krijgen als je het op die manier bekijkt. Maar ja, daar moet je ook gewoon een beetje geluk voor hebben natuurlijk. Even kijken, want kijk, nu krijg ik alleen maar weer gravel. Dat is echt heel erg kut, want ik heb... Oh nee, daar is flint. Mooi. Ik heb echt flint nodig namelijk. 6 flint, oké, dat gaat lekker. Met 6 flint kun je totaal veel pijlen maken. Nee, ik geloof dat je met 6 flint totaal 24 pijlen kan maken als ik het goed heb. Maar dat weet ik momenteel even niet zeker. Kan dat? Ja, ik geloof dat je 24 pijlen mee kan maken. Want je krijgt geloof ik 4 pijlen per 1 flint, 1 veer en 1 stick. Wel chill dat je op die manier pijlen kan maken. En dat je er geen iron aan uit hoeft te geven. Dan zou het namelijk een stukje duurder zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik het momenteel liever met iron zou willen maken dan met flint. Want flint vind je namelijk moeilijk als iron op dat gebied. Want flint krijg je soms. En als je iron vindt, dan heb je altijd iron. Dan krijg je nooit iets anders. Dus dat is wel weer het voordeel aan iron. En dat is ook wel weer het nadeel aan flint. Maar ik heb momenteel in ieder geval 7 flint. En dat gaat goed. En als ik nog wat meer flint heb, ben ik helemaal tevreden. Ik moet sowieso genoeg flint hebben om verder mee te komen, zeg maar. Ik moet sowieso, denk ik wel, 2-3 stacks met pijlen hebben. Wil ik echt die Ender Dragon even een lesje gaan leren. Want echt, een Ender Dragon verslaan met een soort, dat kan wel. Alleen dan moet je de hele tijd wachten totdat hij naar beneden komt. En voordat hij naar beneden komt, is het wel handig om eerst even lekker veel op hem te gaan schieten met pijlen. Dus vandaar. En het is natuurlijk super chill als je zeg maar die pilaren uit kan schakelen met bow. Ik weet nog wel een keer dat ik de eerste keer de Ender Dragon wou verslaan. Dat ik toen met ladders op die pilaren ging kruipen. En dat ik toen die dingen kapot ging maken waar die Ender Dragon zich mee hield. Dat was echt fucking retarded. Dat was zo mooi was dat, hè. Niet te geloven. Oh my god, dat ik toen zo noob was dat ik niet eens wist dat je dat met pijlen moest doen. Maar in ieder geval, dat is ook een vraag van mij. Van die pilaren zeg maar, die dingen die op die pilaren zitten. Dat zijn toch ook blokken? Kun je die spannen? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Want dat zijn toch ook... Nee, die kun je sowieso denk ik niet spannen. Dat heb ik wel een keer van iemand gehoord. Maar dat zijn toch een soort van... Ja, wat zijn het eigenlijk? Een soort van bepaalde blokken. Maar ik heb nooit eerder gehoord of je die kon spannen of niet. Heel apart. Maar ik ga even snel eten en dan ga ik terug naar mijn huis. Want dan heb ik in ieder geval weer even wat flint erbij. Ik kan weer wat meer pijlen maken. En voordat het nacht wordt zijn we waarschijnlijk weer een episode verder. Even kijken. 706 en min 375. Ik moet deze kant op en dan kom ik als goed. Dus oké, mooi. Dat is heel erg plezant om te weten. En dan zijn we in ieder geval, hebben we weer wat flint kunnen krijgen. En flint is over op dat gebied best wel erg belangrijk. Want zonder flint kunnen we namelijk geen pijlen maken. En pijlen hebben we gewoon echt nodig. Niet alleen bij de... Pardon, boertje. Niet alleen bij de Ender Dragon, maar waarschijnlijk ook bij andere mobs die we later tegenkomen in de serie. Bijvoorbeeld als we op onze reis... Ik heb de hik, shit. Naar de Ender Dragon zijn dat we dan opeens even snel iemand moeten killen met een boog. En dan is het wel handig. Of als we bijvoorbeeld iemand tegenkomen, dan is het wel handig om een boog te hebben. Dan kun je hem even snel onderuit halen, zeg maar. Even kijken. Is dat mijn huis? Daar verderop? Nee. Waar is mijn huis? Ik moet snel bij mijn huis zijn, want het wordt namelijk nacht. Niet dat het heel erg is, want ik moet zo meteen sowieso nog even wat mobs killen in de nacht. Maar het gaat even om het idee. Zo. Ja, één one hit, one kill. Dan heeft sowieso sharpness dus wel... Helpt het dus wel bij mobs. Even kijken hoor. We zitten nu op niveau 7. Wow, dan moeten we nog 7. Dat is helemaal die kant op. Nee, dat is helemaal deze kant op. Oké, mooi. Dan ga ik in ieder geval de goede kant op. Dat is fijn om te weten. 706 namelijk. Zo. En als we daar zijn, dan kunnen we lekker verder gaan met hardcommetje op. Want we moeten namelijk snel pijlen maken. En als we dat hebben gedaan, zit ik hier goed? Ik geloof het wel, maar nu begin ik toch wel heel erg te twijfelen. Het is die kant op. En zodra we dat hebben gedaan, dan moeten we ook nog even wat endermans killen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nu wat endermans tegenkom. Want endermans die vallen je niet zomaar aan. Ja, tenzij je ze natuurlijk in je ogen kijkt. Maar ja, dat doe je niet zomaar. Oh, jump skills. Ah, jammer. Als ik die nou ook nog had gehad, had ik echt de grootste jump skills ever. Zo, dat is wat show. Zo kun je wel een mooie parcours maken. Gewoon over het water heen, weet je wel. Dat is vrij dope. Oké, even kijken. Hier naar boven. En als het goed is...
Waar is mijn huis? Even kijken, 706. Wat? Kut. Als Z om X omhoog gaat... Ja, ik moet deze kant op. Ja, dat klopt, tuurlijk. Ja, ik zie het al. We moeten wel deze kant op. Sorry. Ik ging namelijk net van die kant naar die kant. Maar dat hoefde dus helemaal niet. Ik moest namelijk wel daar zijn. Maar we gaan dus proberen nu even snel wat van die pijlen te maken. Dan gaan we heel even kijken of we nog wat Endermans rond ons huis lopen. En anders gaan we daar de volgende video mee bezig. Want ik wil namelijk zoveel mogelijk Endermans gaan killen. Want we hebben namelijk veel Enderpearls nodig. Willen we echt verder komen met deze serie. En hier is weer dat irritante bos waar elke keer ons paard bijna aan dood gaat. En niet alleen ons paard, maar eigenlijk ook voornamelijk wij. Want wij zitten namelijk bovenop het paard. En dat is eigenlijk best vervelend. Maar ik weet nu ongeveer wel waar ik naartoe moet. Hier krijg ik echt elke keer een hele rare lag spike. Waarschijnlijk te maken met het gebied waar ik me dan niet meer vind. Want mijn computer die kan echt bijna alles aan. Dat heb ik jullie al vaak verteld. Mijn computer kan bij wijze van spreken Minecraft met Call of Duty Black Ops tegelijk aan. Of Call of Duty Black Ops met, weet ik veel, Battlefield tegelijk. Heeft hij echt geen problemen mee. Maar momenteel is het dus even zo dat als ik echt... Oh kut, ik moet wel uitkijken trouwens. Ik moet wel uitkijken, want dat is natuurlijk hardcore. En ik moet mezelf niet in een survival sfeertje gaan plaatsen. Want dan ga ik mezelf allemaal rare dingen aandoen. Oké, even kijken. 706 min 395, oké. What the fuck? Moeten we deze kant op? Deze kant. Oh, hoe de fuck kan dat? Hoezo moeten we deze kant op? Wauw, ik ben echt zwaar de weg kwijt, jongens. Ik ben nu echt zwaar de weg kwijt. Dat is niet goed als je de weg kwijt bent. Dat is eigenlijk vrijwel nooit goed, de weg kwijt zijn. Maar momenteel is het nog erger, want we zitten namelijk in hardcore. Ik moet niezen ook nog. Ik moet ook nog niezen. Oh. Oh, fuck. Oh, wat is dat kut. Als je moet niezen, het lukt niet. Wauw. Oké, hier is die krater in ieder geval. Dat is fijn. Is dat mijn huis? Ik weet het niet. Kut. What the fuck? Ik kan mijn huis nu echt gewoon niet meer terugvinden. Dat is echt zo irritant dit, hè. Voor hetzelfde ben ik echt gewoon permanent kwijt. Dat is echt een kutwoord om uit te spreken, vind ik. Nee, dat neem ik. Ik neem aan van niet. Want als dat zo is, dan zijn we gewoon fucking ten dode opgeschreven. Dat is één ding dat zeker is. En ik kom ook helemaal geen Enderman tegen. Kijk, als ik nu nog wat Enderman tegen zou komen, zou dat nog wel fijn zijn over het algemeen. Zou ik die namelijk nog even snel kunnen killen. Maar die kom ik ook helemaal niet tegen. Een witch, ja, sure. Kan er ook nog wel bij, joh. Ik ben niet... Oh, nou, het is mijn huis. Mooi. Ik ben namelijk ook nog even aangevallen door een fucking witch. Dat scheelt ook wel heel erg veel. Dat is ook kut. Boos om surfing. Dus nee, laat maar zitten. Dat moet in principe op deze manier wel lukken. Zo. We kunnen in ieder geval arrows maken. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken van deze episode. Maar dat doe ik even na het maken van de arrows. Want de arrows maken gaat ook nog wel even tijd wat tijd kosten. Je kunt niet doorgaan de potion, toch? Hierin. Nee, kan niet, hoop ik. En dan zijn we echt zwaar de dul. Ik heb namelijk ook geen healing potion of iets bij me. Oké, maakt niet uit. We gaan even kijken. Ja, dat maakt wel dat we dus doodgaan natuurlijk. Maar ik neem aan van niet. Sticks. Nice. Ze komen binnen. Ja, ze komen sowieso binnen. Ik ga eerst slapen. Zie je, gaat mijn damage dan weg. Ja, dan gaat mijn damage weg. Mooi. Als ik wakker word, heb ik het dan nog of niet meer? Ik hoop het eigenlijk niet. Oh, lol, dan heb je het niet meer. Oké, dat is awesome. Of het hield net op. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik geloof dat het daar niet mee te maken had. Dat is wel heel toevallig. Heb ik wel de beste timing ever. Als dat zo is. Oké, even kijken. Zo. Zo. En. Hotse vlots. Oké. Hebben we in ieder geval momenteel alweer. Moet even goed kijken. Meer als een stackpie, dat gaat goed. Dus jongens, bedankt kijken voor deze nieuwe episode van Hardcore met Job. Vond je hem leuk en een like achter. Abonneer op Doe Maar Gamer voor meer dagelijkse gaming content. Onder andere Minecraft Hardcore met Job, maar ook heel veel andere Minecraft series. En ook andere games natuurlijk, maar voornamelijk Minecraft. Dus ga een like op deze video, abonneer op Doe Maar Gamer. En tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Minecraft Hardcore met Job. Later mensen.